Donderdag 25 april was de presentatie van het boek Plotseling was het oorlog, geschreven door Jan Vermeulen. Het verhaal gaat over het neerstorten van een Duits vliegtuig in Kapel-Avezaath op 10 mei 1940. De gebeurtenis wordt in beeld gebracht aan de hand van verhalen van getuigen en zelfs een familielid van een van de verongelukte Duitse piloten. Ik heb een hele lijst met vragen opgesteld die ik wilde beantwoorden. Een van die vragen was om dus nabestaanden te vinden van Duitse militairen. Want ik wilde het verhaal belichten, ook vanuit de Duitse zijde, als dat kon. En na veel bellen, mailen met archieven in Duitsland en dergelijke, heb ik één familie gevonden die bereid was om informatie te delen. En dat was nog niet eenvoudig, want in eerste instantie waren ze toch wel wantrouwend. En van, kon dat wel in Nederland, over Duitsers schrijven? En uiteindelijk heb ik die man weten te overtuigen. En heeft het geresulteerd in een bezoek aan Nederland. En ik ben met die man langs alle plaatsen geweest die van belang waren in het verhaal. En toen ik met die man op de Eng aankwam en hem meenam naar de plaats waar zijn vader was overleden, kwamen er wel heel wat emoties naar buiten toe. Moet je je voorstellen, die man, die was 2 jaar toen zijn vader overleed hier. Dus die heeft zijn vader feitelijk nooit gekend. En dan stond hij letterlijk op de plek waar dat vliegtuig is neergestort. Dus waar zijn vader is overleden. En die man die werd zo geëmotioneerd. Nou ja, dat raak je toch. Ja, het blijft heel goed om te herdenken. En dominee hier heeft net ook nog een verhaal verteld over dat herinneren aan beide kanten ook goed is. Het ligt natuurlijk wel eens gevoelig om ook een stukje van de Duitse kant te belichten. Ja, dat doe je niet om te eren vanzelfsprekend, maar wel om te laten zien van ja, dat waren ook vaak gewone jongens die daarbij betrokken waren en ongewild in een oorlog terechtkwamen. In een dictatoriaal regime moesten leven. En dat is ook goed om die herinnering levend te houden. Nogmaals, niet om die kant te eren, maar vooral om die kant ook te herinneren. En dat is wel bijzonder dat er nu ook een boekje gemaakt is over niet een geallieerd vliegtuig, maar een Duits vliegtuig. Het boek kun je kopen bij boekhandel Ares in Tiel en bij de supermarkt in Kapel-Avezaath.